zijn vandaag op de beurs Boot Holland in Leeuwarden. Het is een zesdaagse beurs, botenbeurs, de tegenhanger van de Hiswa. En wij zijn hier als verbond aanwezig om gesprekken te voeren met verenigingen over wat het verbond voor hun kan betekenen. We staan hier met onze nieuwe promobus. Wij hebben alle aangesloten verenigingen in dit gedeelte van het land uitgenodigd om hier een gesprek met ons aan te gaan. Zodat zij kunnen vertellen wat er bij hun vereniging leeft, waar ze tegenaan lopen, waar we ze eventueel bij kunnen ondersteunen. En ook ons nieuwe dienstenprogramma gaan we bij hun introduceren. We willen met de verenigingen zien of we gezamenlijke inkopen kunnen doen op het gebied van energie en afvalstromen. Nou, die bus die hebben we aangeschaft om in ieder geval een vast punt te hebben wat we overal in het land kunnen gebruiken. En je probeert zo efficiënt mogelijk te communiceren met wat we doen. Want dat is een van de uitdagingen die we de komende jaren hebben. We doen heel veel. We houden ons druk bezig met het in Nederland met het bevaarbaar, betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar maken van vaarwater. Maar we merken steeds van wat doet dat watersportverbond eigenlijk en waar zijn jullie mee bezig? Nou, daar gaat dit bij helpen. Het andere is, er zijn in het land veel evenementen, binnen en buiten, dit is toevallig binnen, waar je iets wil hebben wat je overal kan neerzetten en wat je kan gebruiken voor je eigen doeleinden, maar ook voor doeleinden van verenigingen of vrijwilligers. Dus deze bus zal, zoals het er nu naar uitziet, minstens op 40 plaatsen worden gezien in Nederland waar het Watersportverbond ergens een rol heeft of een rol te vervullen heeft. En het moment dat er een vereniging komt die zegt, nou, we hebben een mooi evenement en daar past de aanwezigheid van het Watersportverbond, dan werken we er graag aan mee dat de bus daar ook komt.